In Nederland en Europa ontstaat er veel schade aan het wegdek door belasting van zwaar transport en filevorming. Gewapend asfalt is sterker en gaat langer mee. Hierdoor zijn er minder files en werkzaamheden, wat beter is voor het milieu. We zijn op bezoek bij Michel van Beek van SNP Clever Reinforcement Company Benelux, waar we praten over de toepassing van asfaltbewapening in de wegenbouw. Asfaltwapening heeft de functie tussen twee asfaltlagen in om spanning op te nemen en te verdelen, zodat aanwezige scheurvorming voorkomen gaat worden. In ieder geval dat de stress in het asfalt verbeterd gaat worden en waardoor een langere duurzaamheid van het asfalt blijft. Het vooraf bitumineren in de fabriek heeft een aantal voordelen. Is dat de wapening altijd tussen asfaltlagen goed gaat hechten, want dat is zeer belangrijk. Daarnaast is het ook overrijdbaar. Het is beschermd. Er kan een dag of drie dagen daarna kan het asfalt aangebracht worden. Je hebt alle mogelijkheden. Door de open mazen en de bitumen die om de streng heen zit, krijgen we een goede aanhechting. Dat betekent een goede verankering tussen asfaltlagen. Wat weer het voordeel heeft dat krachten sneller worden opgenomen door het net, waardoor scheurvorming voorkomen wordt. De methode van aanbrengen waarvoor gekozen is normaal gesproken worden rollen uitgerold, los. Problemen dat er dan plooien in kunnen ontstaan, geen goede hechting. De reden van deze machine is dat de gebitumineerde strengen vooraf gebrand worden, waardoor ze gaan kleven, waardoor de aanhechting gegarandeerd wordt. Dus voor dit project gekozen om een machinaal aan te brengen, waarbij eerst de ene kant van de rijbaan de wapening wordt aangebracht, zodat ons werkverkeer via de andere rijbaan bij de asfaltmachine kan komen. En op het moment dat de wapening is aangebracht, kunnen wij direct met asfalt overlagen. En dat is eigenlijk de zogenaamde volgtechniek. Nou, we hebben gekozen voor duurzame materialen zoals glas en carbon. De wapening heeft als functie om die krachten die dan optreden, om die te verdelen en op te nemen. Zodat de belasting verspreid wordt over het net, waardoor allemaal kleine scheurtjes ontstaan onder de wapening, maar dan niet doorgroeien naar de deklaag of naar de tussenlaag, waardoor de duurzaamheid van asfaltconstructie verlengd gaat worden.